ik hoop niet dat ze deze vlog al kijkt. Om met het hele team net even anders heen te gaan. In ieder geval, ik kwam aan de deur trouwens. En zeiden ze van... iemand... super tof dat je kijkt naar Gloeneel Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik heb een tijdje niet gevlogd natuurlijk. Dus nou eigenlijk 3 weken geleden alweer. Bijna 2 weken. Maar... dat is een reden omdat ik dacht, weet je, ik ga gewoon weer maandag gewoon beginnen. Het is natuurlijk bijna maandag de 17e al en ik heb al hele week, toen ik thuis kwam op van vakantie, heb ik hele tijd ramen opengehouden van de hitte. Want het was vaak 31 of 30 graden hier in huis en nu is het 28. Het is nog niet cool genoeg, maar sinds vandaag, het is vandaag voor mij vrijdag, is het aan het dalen temperatuur. En nu lekker een pakje koffie te drinken. Wat ik ook ga doen is even dadelijk lekker radio aanzetten en even achter theorie. Ik ben theorie bezig van auto nu al en ja, het moet ook wel even gebeuren. Ik dacht, ik heb de hele tijd niks gedaan ervan sinds... ik zou niet durven zeggen meer nieuw dat ik nog niet meer bezig ben geweest. Maar ik dacht, weet je, het is weer tijd om dat weer te doen. En jullie zien nu wel dat ik deze korte shirt aan heb. Wow, gaat bijna fout, die water. En ik dacht, weet je, het moet weer gebeuren. Je moet er gewoon weer achteraan gaan. Dus dat ben ik nu weer aan het doen. Na een jaar tijd volgens mij. Dus ik ga weer even lekker aan de slag. Tussen de tijd lekker radio aanzetten. Laten we dat ook even doen. En over 2 dagen alweer. Kennen wij team TV-programma net even anders al een jaar. Een jaar geleden is het allemaal begonnen. Dus wat gaat de tijd ongelooflijk hard. Ik kan verbaas me gewoon. En voor mij nu al een jaar geleden. Dat ik mijn eerste opname is geweest. Dat is nu sowieso al een jaar geleden. Ik kan jullie trouwens ook nog vertellen dat Marlijn binnenkort opgetreden in Goudse Schouwburg. In Gouda is dat natuurlijk. Ja. Oh mijn god, dat is superleuk. En ik zit te denken, ik hoop niet dat ze deze vlog al kijkt, om met het hele team net even anders heen te gaan. Als verrassing dat zij er niet van weet. En om daar met z'n allen heen te gaan. Maar ik had het met mijn collega over. Die zei dat tegen mij dat de optreden was van haar. Maar je kan maximaal per persoon maar 4 kaarten bestellen. Als ik kaart wil bestellen, kan ik maar 4 bestellen. Dus ik vraag me af, hoe kan dat? Hoe ga ik dat doen? Toen heb ik met mijn collega iets afgesproken en het komt allemaal helemaal goed. Maar toen zei ik al tegen mijn collega van, wat als nou gezinnen... met 7 mensen zijn of meerdere. Hoe dan? Hoe wil ze dat dan? Dat is een familie, grotere gezinnen kunnen het eigenlijk daar niet heen. Dat zou wel heel jammer zijn eigenlijk voor hun. Maar ja, ik weet het helemaal omdat hij eten wil, maar het is nog geen 5 uur. Dus over een kwartiertje, 5 uur, dan krijgt hij pas eten. En ik ga klaarmaken om dadelijk vanavond naar Gouda te gaan, want ik ga vanavond wat ophalen. Dat is een bord van PSV. Ik had op Facebook gezien in de vakantietijd. Bord van PSV. En mijn vriendin is natuurlijk voor PSV. En ik dacht, weet je, ik ga even proberen om die te halen. En ik kreeg gelijk het privébericht terug. En ik mocht hem meenemen. Ik mocht hem wel komen halen. Maar de datum was nog niet bekend. Dus ga ik dat vanavond doen. Om ophalen. En vanavond ook natuurlijk back to now, jammer dat ik niet bij kan zijn. En waarschijnlijk volgende week vrijdag, niet deze vrijdag, maar week daarna. Dus volgende week, niet deze, dus volgende week maandag komt de vlog online dat ik gebeld word door RTV waarschijnlijk. Heel waarschijnlijk, hij zei kans zit erin, als ik tijd voor heb. Dus we gaan het zien. En nu ga ik maar even lekker achter de computer, ik zit allemaal een nummer van Marlijn te luisteren van vanaf Benny Bang. Lekkere nummer is dat voor Marlijn. Het is tijd geleden dat ik eigenlijk hem over haar heb gehad. Maar het is wel een lekkere nummer. Leuke beat erin. En
dat wel kunnen vertellen. Dus ik ga vanavond even snel eten. En dan even pannenkoek even snel eten. En ik heb even snel even al het shirt gedaan, want het is echt niet aan te houden hier. Ik ben trouwens thuis gekomen van Gouda. En ik heb hem meegenomen. Ik dacht dat het letterlijk een bord was. Het is gewoon voor het bord. Gewoon, ja, wat kan ik zeggen? Best wel groot dingen nog. Pauk. Ja, voor de persoon die ik gekregen heb, dikke dank in ieder geval. Ik kwam aan de deur trouwens en zeiden ze van, iemand eindelijk met een goede smaak. Ik zeg ja, ik begon wel even weg en ik liep naar. Dus heb ik die maar opgehaald deze. Maar ja, dat je alleen denken, volgens mij bij die vlag hoor, volgens mij nog wel zwart randje omheen. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dat maakt niet uit. Lekker een hele deur open staan. Toen ik wegging heb ik een rolgordijn even naar beneden gedaan. Want ik heb gemerkt, als ik rolgordijn naar beneden doe, komt de regen niet hier binnen vallen. Dus dat scheelt. Ik kan hem open laten, maar er valt regen niet echt letterlijk veel naar binnen. Dus dat is wel lekker nu. Lekker raampje open, wind hier lekker luchten en ja, dus dat. En lekker cue music luisteren. En toen was ik weer even lekker relaxen en een beetje chillen met Rick. Oh, en de reclame gaat ineens aan, dat is een nieuwe bedoeling. Ik was even YouTube een beetje aan het kijken. En het is trouwens alweer 3 uur geweest. Ja, 3 uur s'nachts. Ja, het is al heel laat nou en ik ga nu lekker een bedje in. Nog even dingen achter, lekker YouTube nog even kijken en dan lekker een bedje in. Wat ik ook tegen jullie gezegd heb, wat ik ook even snel heb gedaan is eigenlijk, ik had echt trek ineens. Even lekker een tossetje gemaakt, was even lekker. En nu ga ik klaarmaken om lekker een bedje in te gaan. Zelfs Ganja, waarom is het helemaal achterin daar, dus ik weet niet of jullie kunnen zien. Hier zo. Ligt hier zo op de mat. Hé Ganja? Normaal laat ik Ganja niet in deze gang, maar omdat het eigenlijk zo eigenlijk ongelooflijk benauwd is, laat ik hem even toe en kan daar ook even lekker luchten. En ja, alleen al zonnescherm naar beneden gedaan voor de zekerheid. En lekker je luchten, nog steeds. Ja, even lekker. Luchten hier zo in huis. Nu maar lekker een beetje in. Dus ook even een keer lekker. Wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Lange tijd weer gevlogd hebben. Na 3 weken tijd weer een vlog. Excuus dat het heel lang heb geduurd. Ik denk dat ik ook heel veel vragen heb gekregen. Hoe was je vakantie? Was helemaal top. Nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je beneden abonneert. En leuke reactie beneden achterlaten. En zeg ik alvast veel kijkers. Gewoon een vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters.